Goedemorgen, prachtige dag. Zon schijnt, helemaal blij. Ik breng net mijn dochter naar school en ik kijk naar boven. Don't look up. Het is trouwens ook een grappige film om te bekijken, wat natuurlijk helemaal past in deze tijd. Maar het was een wedstrijdje, wie kan de zon blokkeren, denk ik vandaag. Kijk, ik tel wel 8 strepen. Echt ongelooflijk. Dit noemen we chemtrails, mensen. En hè, de ene dag is het strak blauw en dan zit het weer vol met strepen. Kijk hierboven ook. Het is echt weer prijs. Dus google maar eens op geoengineering. Geoengineering, chemtrails, het manipuleren van het weer. Maar ook ja, wat voor particles komen er naar beneden met deze chemtrails. Niet alle vliegtuigen sprayen deze en dat doen ze ook niet elke dag. Dus de ene dag gebeurt het niet en de andere dag gebeurt het wel. En dat is geen complottheorie, want er zijn al heel veel piloten die zich hebben uitgesproken hierover. En waarom zie je anders al die nevel? Het is helemaal één grote sluier, hierboven ook. Eén grote sluier. Dat is niet natuurlijk, dat is niet gezond. Dus als je nu weer merkt dat je meer hoofdpijn gaat krijgen, misschien griepachtige verschijnselen. Dit doen ze dus over de hele wereld. En het is ter beïnvloeding van ons, van het weer. Het is eigenlijk gewoon manipulatie van alles. Dus wees daar bewust van, want je kunt nu wel zeggen, Eva, wat moet ik hier aan doen? Nou, we kunnen daar vrij weinig aan doen. We kunnen er alleen maar meer mensen op gaan attenderen. En ontgiften, dus ontgiften. Ik start 30 april weer met mijn detox. Dus wil je actief gaan ontgiften, dan kun je meedoen. Kijk zeker bij missnatural.nl en dan groep-detox. En dan gaan we 2 weken lang even gezond leven. Zorgen dat al die toxines uit je lichaam komen. En dat doe je door gezond te eten. Dus don't look up. Zeker niet omhoog kijken. Dat is een complot. Die doen het.